Het eerlijke avondje moet nog komen, maar veel mensen zijn al bezig met die andere feestdagen verderop in de maand. Als het een beetje mee zit, krijgen we van de baas een kerstpakket. Als alles tenminste op tijd is ingepakt. Telegraaf TV ging eens langs bij groothandel Sligro om te kijken of het werk daar een beetje op schema ligt. Ja, het is op dit moment heel erg druk. We zitten echt in topdrukte. Enerzijds met inpakken van alle pakketten en anderzijds met de verkoop van de pakketten in onze vestigingen. Wij zijn nu al bezig met de kerst van volgend jaar. We hebben een grote diversiteit aan pakketten, van heel klein tot heel groot. Het kleinste pakket dat begint al vanaf 9 euro. Dat loopt op tot ver boven de 100 euro. En die verkopen we in onze vestigingen. Dat zijn pakketten met food en non-food. En wat wij zien dit jaar is dat de pakketten zonder non-food, dus echte foodpakketten, heel erg hard lopen, heel erg populair zijn. Het inpakken dat is een handmatig proces. Wij zetten per klantorder de diverse artikelen in de juiste volgorde dat ze in de doos moeten klaar. Dat wordt allemaal door mensenhanden gedaan en vervolgens staan er mensen aan de lopende band die alles in de doos doen in de juiste volgorde. Zodanig dat het er feestelijk uitziet en dat het niet beschadigt tijdens het transport.